Een hele goede middag. Leuk dat je kijkt naar nieuwe Ups en Down. En deze vent had eigenlijk nu moeten slapen. Eigenlijk zijn middagtutje nu moeten doen. Hij is hartstikke moe. Hij stond rechtop in zijn bed. En hij had gepoept. Dus ik heb hem verschoond. En nu ga ik maar eventjes met hem knuffelen. Hopelijk valt hij in slaap, want hij is wel echt moe. Maar ja, hopelijk krijg ik hem in slaap. Ik had hem dus weer in bed gelegd. Daar staat hij weer. Zeg vriend, het is bedtijd hè? Ik weet niet. Hallo? Hij is niet om te lachen. Ik hoorde hem eens allemaal lachen en doen. Ik denk, ik ga toch maar eens kijken weer. En dan stond hij weer. En volgens mij is hij ook een poepen. Juist. Je moet hem nu niet kussen. Nou. Jippie. Ik heb hem eindelijk in slaap. Nou ga ik ook even lekker liggen. Zo, ik heb hier iemand nou wakker gemaakt. En hij is niet echt amused daarmee. Maar hij heeft nou wel 2,5 uur geslapen. Het is nu 4:30. Dan had hij maar eerder moeten gaan slapen. Ja. Ja. Hij dikke me. Hij dikke me. Zeg maar, ik deed een beetje vervelend. Ja. Ja. Maar goed, ik ga deze knappen dus even uit bed halen. En even wat drinken geven, want soep daar heeft nou geen nut meer. En dan ga ik zorgen dat ze spullen klaar zijn. Want vanavond slaapt hij bij opa en oma. Want die komen jou dadelijk ophalen. Ja. Opa en oma komen jou halen. Vind je dat goed? Ja, vind je dat goed? Oké. Ja, is goed. Dan gaan we dat doen, hè? Dus, dat gaan we doen. Zo, wij zijn bij de IKEA geweest. We hebben van alles gekocht voor Jordi en voor de kleine. We hebben de wagen volgeladen. En Jordi is inmiddels bij mijn ouders al. En wij gaan nu onderweg naar huis. Een hele goede morgen. Ja, Jordi die is gisteravond de boel op stelte bij mijn ouders aan het zetten geweest. Hij was gruwelijk boos. En hij heeft zelfs mijn moeder ondergespuugd. Is wel iets wat Jordi zou kunnen doen hoor. Dus daar herken ik hem wel in. En nou kennen mijn ouders hem daar dus ook in. Maar goed, hij heeft uiteindelijk goed geslapen. En ja, er zullen vandaag ook wel weer filmpjes voorbij komen. Die komen wat later op de dag. Maar Niels is geliebert. En dus ben ik bezig met mijn huishouden. En ja, hoe noem je dat? Ze zeggen altijd dat zwangere vrouwen last hebben van nesteldrang. Nou, ik heb geen last van nesteldrang hoor, echt niet. Nee, dat heb ik allemaal niet. Sommigen zullen zeggen, dat heb je wel. Nee, dat heb ik niet. Maar waar ik dus wel zoiets had van, Niels is weg en Jordi is weg. Dus ik kan gewoon lekker mijn ding doen. Ik kan gewoon lekker de boel hier fris en fruitig gaan maken. Ik denk, laat ik beginnen met mijn was aan te zetten, zoals jullie horen. En de wc te doen. Nou, die wc heb ik nou helemaal grondig afgedaan en is helemaal klaar. En ja, er staan niet de spullen in zoals
wc-rollen, dat soort dingen staan er nu even niet in. Maar dit is mijn wc voor het geval dat mensen dat willen weten. Dit is mijn wc. Hij moet nog afgemaakt worden, want Niels die moet hier nog lijstjes en alles delen, zo je omheen doen. Maar dit is mijn wc. Lekker allemaal potjes. En dan kunnen mensen als ze op de wc zitten, kennen ze gewoon lezen. Die zou ik niet geloven, want dus. Maar in ieder geval, dit is dus mijn wc. En als mannen nou eens een keer gewoon gaan zitten op de wc. Kijk, Niels gaat zitten op de wc, weet ik 1000% zeker. Hier thuis dan, hè, wat hij bij een ander doet, dat weet ik niet. Maar hier thuis gaat Niels zitten. Maar als andere mannen dat nou eens ook doen, dan hoef ik het niet zo te doen zoals ik het nou heb gedaan. Baba! Maar goed, dat is een geheel ander gespreksonderwerp op de vroege morgen. In ieder geval, die wc heb ik klaar. Dan ga ik even de gang nog even doen. Even vloertjes schrobben en zo. En eventjes paneeltjes afdoen. En dan is de gang ook alvast weer klaar. Kan ik weer boven aan de gang. En dan schiet het een beetje op hier. Ik wil het allemaal een beetje schoon hebben. Nu is Jordi er niet. Nu heb ik de tijd ervoor. Dus ik ga het ook gewoon lekker doen. Ik heb echt veel gedaan vandaag. Ik ga nu heel eventjes liggen. Even pauze houden. Ik ben al de hele tijd bezig geweest en zo. En nu is het even tijd om even Netflixen. Een hele goede middag. Nou, Jordi zit niet in de auto. Die is nog bij mijn ouders. Die liggen als het goed is misschien nog te slapen. Misschien is hij wakker. Ik weet het niet. En straks komt hij weer naar huis toe. Jij hebt straks de kozijnen nog geschilderd. Zijn nieuwe kamertje. En we zijn naar de bouwmarkt geweest. Ik ga geen namen noemen, maar het heeft blauwe letters in ieder geval. We wilden daar muurverf halen, maar die muurverf was op. Gaan we nou naar dezelfde bouwmarkt toe, maar dan in de andere kant van Den Bosch? Of? Rosmalen. We gaan naar Rosmalen nou. En dan gaan we kijken of ze die daar hebben. En anders dan moeten we naar een hele andere bouwmarkt toe, want ik wou die kleur hebben, specifiek die kleur. En die gaan we dan nou proberen te halen. En dan ga jij daarna taxen, toch? En de kleur op de muur brengen. Dus dan hoop ik dat het een heel eind klaar is vandaag. En morgen komt een vriend van Niels, die komt morgenavond helpen. Met de meubeltjes in elkaar zetten. En hopelijk is vandaag gewoon klaar. Dat het allemaal een beetje schoongemaakt kan worden en zo. En dat we gewoon alles gewoon helemaal in gereedheid kunnen hebben. Als goed is heb ik nou ook alles klaar wat vluchttassen en alles betreft. Dus dat is ook allemaal geregeld. Dus, in ieder geval, we zijn druk. We hebben ook weinig gefilmd, de afgelopen dagen. Omdat we gewoon echt veel te doen hadden. En als het allemaal af is, dan laat ik jullie alles uitgebreid zien. Jullie gaan nu even een paar filmpjes zien van Jordi van gisteren. Zo, dat heb ik helemaal zelf gedaan. Ik ben zelf omhoog geklommen op de bank. Ja! En nou zien de afstandsbedieningen, die zien zo interessant.
Wat doen we nou? Ga liggen. Ga liggen. Terug zitten zo. Wat voor tuin ben ik er al te geleden. Er is weer iemand thuisgekomen. Hij had goed gedaan bij mijn ouders. Hij heeft goed naar zijn zin gehad. Dus hij is goed bezig geweest. Hé jongen? Hebben we lekker gegeten met z'n allen. Dan ga ik zo even opruimen. Niels is boven de kleur op de muur aan het maken. Dus hij heeft alles al getekst. Dus als het goed is en het een beetje mee zit, is het vanavond een heel eind klaar. Ik hoop dat ik er vanavond nog aan denk om te filmen. Dus ja, als het niet zo is, sorry. Beetje vergeetachtig. Jordi die is nu lekker eventjes nog aan het spelen. En dan krijgt hij straks een keer de fles. En dan gaat hij naar bedje toe. Zijn bedje moet nog even opmaken trouwens. Ik denk nou aan. Maar dat maakt niet uit. Dat doen we gewoon. Ik kan niet wachten totdat ik helemaal klaar ben. Welterusten. Op hoop van zegen gaat hij slapen. Het is wel heel moe. Jullie gaan nu de filmpjes van vandaag zien. Goedemorgen Jordi, slaapkontje. Hey. Goedemorgen. 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 Net andersom in bed. Nou moet je toch wel wakker worden, hè? Ja. Ja. Hey. Goedemorgen, goedemorgen. Doe je niet wakker worden? Huh? Goedemorgen. 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 Hallo. Goedemorgen. Jordi heeft geen zin om wakker te worden. Jordi heeft geen zin. Ja, oogjes los. Worden de oog, komen de oogjes los? Hallo Jordi, wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. We gaan weer naar papa en mama toe. Die heeft heel erg hard gewerkt. En ik ga hem dus ook niet belasten met de vlog afsluiten. Zoals jullie zagen, heeft hij alles helemaal getekst, geschilderd, alles erop en eraan. Als het goed is, morgenavond komt een vriend van Niels en dan gaan ze meubeltjes in elkaar zetten. En ik kan morgen gewoon lekker poetsen en doen. En
lekker thuis zijn de hele dag. Want het is wel nodig dat ik hier even doorheen ga. En dan kan ik boven de kamers ook allemaal schoonmaken enzovoorts. Ik heb natuurlijk Jordi nu ook weer thuis. Dus we gaan gewoon even kijken hoe het allemaal loopt. Maar Jordi gaat ook nog slapen. Dus dan kan ik ook heel veel nog doen. Maar goed, ik ga deze ups en downs afsluiten. We hebben een druk klusweekend achter de rug. Heel veel weer gedaan. Ik ben trots op Niels dat hij zo'n goede papa is. En ja, dat was het eigenlijk wel. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En ik ga nog heel even een paar kleine dingetjes doen. Daarna lekker douchen en mijn bedje opzoeken. En Niels is nu nog heel eventjes boven een beetje aan het opruimen. En dan gaat hij ook douchen en zijn bedje opzoeken. Welterusten allemaal. Tot de volgende.